Hoi, en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag woensdag en normaal heb ik elke woensdagavond les. Maar door de omstandigheden heb ik geen les vanavond. Ik weet niet zeker of ik met zadel ga rijden of met barebackpet, maar we zullen het zien. Moeder gaat mee, dus die kan wel wat filmen. Ik dacht ik begin voor verandering een keertje thuis in plaats van op stal. Dus ja, ik zie jullie weer op stal. Hallo, ik ben nu bij Hansom Stas. Ik ga netjes mijn spullen pakken. Ik heb daar een karretje staan. En dan heb ik besloten mijn barebackpet te rijden. Dus mijn moeder kan aan het filmen. Dat is wel leuk om dat te zien, denk ik. Dus ja, ga ik even mijn karretje opzadelen. Hier is knappe monster. Hier zijn mijn spullen met de barebackpet, de monster. Ik heb wat erachter en mijn voetskist. De monster is lekker fiets. Dan ga ik even opzadelen en dan zie ik jullie zo. Nou, ik ben er klaar voor. Ik heb mijn cap op, mijn handschoenen aan, out of the day. Petri laarsje met mijn Ariad broek. Deze is van La Valencia, ook al handschoenen, Samshot cap. Met het boefje. Nabbert. Met de barebackpet op, dat is zo'n bonte. Dat is echt super lekker zacht. En ja, we gaan naar de bak even lekker instappen. Even lang, 10 minuutjes instappen met een lang teugeltje. En dan gaan we lekker rijden. Boef. Yeah. Liefie. Goedemorgen, in ieder geval voor mij een goedemorgen. Het is gisteravond dus gereden met barebackpet, heb je als goed is allemaal net gezien. Maar daarna was mijn moeder best wel snel naar huis, want het was best wel laat. Dus ik heb de vlog niet meer af kunnen sluiten. Ja, we hebben een puppy. Foto, filmpje in beeld. En die heeft in mijn vinger gebeten gisteravond. Dus vandaar. Oh, en ik trip. Oké. Okay. In ieder geval, dat dus. Maar ik heb heel erg fijn gereden. Hij liep echt super fijn. De galop ging ook heel erg goed, want die best wel altijd dus heel erg lastig vindt. Ik weet niet of ik al eerder verteld heb. Ja, volgens mij wel. Maar ik heb maandag les gehad van de institutrice van de eigenaresse. En daar heb ik er heel veel baat bij gehad. En daardoor kon ik hem weer iets beter aanvoelen. En gisteren
heb ik daar ook weer heel erg op gewerkt. En het doet me echt heel erg goed. Dus daar ben ik wel echt heel erg blij mee. Maar ik hoop dat het weer een leuke video was. Dat jullie het leuk vinden dat ik weer een keer een vlog gemaakt heb. En dat jullie het leuk vonden om een keertje nieuw barebackpad te rijden. Hoe die daar op reageert. Dus dat is de tweede keer dat ik met barebackpad heb gereden. Vorige keer was, ik denk ongeveer een half week geleden. En toen heb ik ook super fijn gereden. Dus ik dacht van nou, ik had niet echt zo'n hele fijne dag gehad op school. Dus laat ik nou gewoon lekker met barebackpad rijden. Niet al te serieus, gewoon lekker voor de ontspanning. En dat heeft zeker geholpen. Ja, ik zit in mijn examenjaar op het moment. Het is best wel stressvol, mondelingenweek. Ja, ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Als je het leuk vond om vaak moet vloggen, laat het dan zeker een reactie achter. Ga ik proberen om vaker te vloggen op stal. Hoop ik dat het niet te saai wordt, want zo interessant is natuurlijk ook niet altijd. Maar als je het leuk vond, laat in ieder geval ook een likeje achter. Vergeet niet te abonneren als je vaker video's van mij wil zien. En om een belletje te klikken, dan weet je in ieder geval wanneer ik weer iets heb geüpload. En ja, tot de volgende video. Dag!